meneer Wilders. U bent de verdediger van Wilders. Hoe ziet u het voor zich vandaag? Sinterklaas komt eraan, hoort u dat? Geen grap, hè? Nou hier. Neem me niet kwalijk. Nou, ik kan me voorstellen dat als er over je wordt gezegd, jou komt dezelfde lot toe als Van Gogh en Fortuyn, dat je daar niet blij mee bent, zou u ook niet zijn, denk ik. Ik sprak uw collega advocaat net van de rapper en die zegt, nee, het zit in de context, want hij droomde het. Ik vind het fijn allemaal. Dag. Zegt hij dat echt? Ja. Creatief. Naast speelplaats was in het donker hoek met drugsdealers. Ik reed er vaak langs met mijn skillers. De plek waar ze rust vernielen. Ze zeiden tegen mij, investeer in drugs, dan kan je het terug verdienen. En ik wist, sjouwen mijn stenen, zou mijn rug vernielen. Begon met dealen, junkies in de rij net te vielen. Ik moest een beetje bij verdienen. Al op een jonge leeftijd tot de politie op de hielen, ja. Binnen in de rechtbank mogen we uiteraard niet filmen. Het wachten ze dus eventjes op het einde van de zitting en op Geert Wilders. Waarom heeft u aangifte gedaan? Nou, omdat iemand een liedje maakte met teksten erin. Ben van plan om een aanslag op je te plegen. Wil je kogels in je lijf? Als je wilt blijven leven, moet je je uitspraken terugnemen. Als ik je tegenkom, dan is het bam bam. Ik droom dat ik je kop heb afgehakt. We leven in de loop van je kan zeggen wat je wil. Maar als ik mijn mening uitspreek, zien ze mij als crimineel. Wist ik veel dat ze meten met twee maten. Democratie, ik voel me zo verraden. De wereld wordt regeerd door de Verenigde Staten. Als die plannen uitvoeren, liggen wij te slapen. Ook al word je wakker, dan heb je vast de kater. De wereld drinkt alcohol in plaats van water. Nou, dat soort teksten en ja, dat zijn gewoon dreigementen. Mensen mogen van mij zeggen wat ze willen. Dat doe ik zelf ook. Maar je hoort andere mensen niet te bedreigen. Je zou ook kunnen denken, puistenkoppie. Zou je kunnen denken, maar dat dacht ik dus niet. Ik dacht, dat is een dreigement. En, bent u bang voor hem? Zeker ben ik bang voor mensen die dreigen als ze me tegenkomen dat ze of kogels in mijn lijf schieten. Of mijn hoofd eraf hakken of andere dingen doen. Dat zijn serieuze dreigementen. Ik hoop dat u dat altijd bespaard zal blijven. Maar als je die krijgt en als je dan een paar honderd van die per jaar krijgt, dan gaat je dat zeker niet in de koude kleren zetten. Hij zegt zelf, ik ben artiest. Hij doelt daar op vrijheid van meningsuiting. Ja. Hoe denkt u daarover? Op het moment dat je mensen bedreigt met de dood, door ze of kogels aan hun lijf te willen jagen, hun kop eraf te hakken of anderszins dingen met ze te doen, zie ik daar weinig artistiek in, moet ik u eerlijk zeggen. Dan zie ik daar gewoon een botte, platte bedreiging in. Zijn advocaat zegt tot slot, lees de context, het gaat over een droom. Ja, je moet wel eens advocaten. Uw advocaat lacht hier, dus veelzeggend. Dank u wel. Graag gedaan. U moest ook af en toe lachen, u neemt het niet helemaal serieus. Nou, ik moest af en toe lachen om de verdediging. Om de verdediging, ja. Maar niet uitlachen, hè. Lachen. Lachen met, ja. Gezamenlijk. En in vereniging. Wat denkt u dat hieruit gaat komen? Heeft het enige kans van slagen, deze aangifte? Dat denk ik wel, ja. Maar dat is verder, weet je, aan deze rechters en deze advocaat en deze officier. Het ging er mij vooral omdat meneer Wilders geen vragen hoefde te beantwoorden die hem later zouden kunnen schaden. En dat is ook gelukt. Vrijheid van mening zijn, ik zeg wat ik wil. Dode eliminatie, schiet toe voor je wil. Klik, bang, tot de kogels op zijn. En blijf strijden tot we aan de top zijn.